In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God, amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Hemel op Aarde. We gaan verder op de benodigdheden van onze kerk. Eentje wat misschien wel heel erg opvalt in zowel dat we het zien als dat we het horen, zijn de instrumenten die wij in de kerk gebruiken. Wij hebben in onze kerk twee instrumenten, de cymbalen en de triangel, in het Arabisch daf en trianto. En eigenlijk stamt dit al heel erg af van het heel lang geleden van het Oude Testament, want eigenlijk worden instrumenten sindsdien al gebruikt. Kijk naar David. David, die zong zijn psalmen altijd met een harp. En dat heeft eigenlijk, die harp die heeft een toegevoegde waarde van harmonie aan het gezang en geeft ook ritme en een soort flow in de psalm. Het is niet dat je het alleen voorleest, maar er is ook een soort ritme in de psalm. Verder wordt ook het gebruik van cymbalen al sinds het Oude Testament gestimuleerd. In 1 Kronieken, hoofdstuk 15 en vers 16 staat: verder zei David tegen de leiders van de Levieten dat zij hun broeders, de zangers, op moesten stellen met muziekinstrumenten, met luiten, harpen, cymbalen, om luide en blijde klanken te laten horen. Super duidelijke vers waarin zegt dat ze ook in het Oude Testament gebruik maakten van cymbalen om luide en blijde klanken te laten horen. Komen we zo op terug. Ook in Psalm 150 vers 5 staat: loof hem met helder klinkende cymbalen, loof hem met luid klinkende cymbalen. Dus een van de functies van de cymbalen is dus om een blij geluid toe te voegen aan de hymnen of de liederen die wij horen en natuurlijk om een ritme te geven. En dat blijde, dat is iets wat ook een functie van de cymbalen is, maar daarom zien we bijvoorbeeld in de Leidersweek dat we wat minder de cymbalen gebruiken, omdat we de focus dan hebben op het lijden van Christus. Dus dat blije gevoel wat de cymbalen meegeven, die is dan wat minder. Maar in de rest van onze gebeden, eigenlijk wekelijks, meerdere keren in zowel het avondwierookgebed, ochtwierookgebed, in de liturgie, eigenlijk altijd worden de cymbalen wel gebruikt. En dat is puur om de hymnen in onze kerk in goed ritme te laten verlopen. Je ziet altijd dat die diaken of degene die de liederen leidt, die heeft altijd een bepaald ritme waarbij hij aangeeft aan de rest van de diaken ook: dit ritme houden we aan. En de triangel, dat is eigenlijk een toevoeging die samen met de cymbalen precies hetzelfde ritme aanhoudt. En daarmee kunnen alle diakenen in harmonie en in één stem en in één koor eigenlijk alle liederen samen zingen. En dan krijg je ook eigenlijk het gevoel van eenheid weer. Je krijgt eenheid wat ook God van ons verlangt in de hemel, dat we met z'n allen samen kunnen bidden. Als we de cymbalen en de triangel heel goed gebruiken, kan de kerk ervan rinkelen. Met één stem zit iedereen in de kerk de hymne te bidden en dat maakt het eigenlijk een supermooi gebed. Dat was het voor vandaag. Voor de volgende keer gaan we verder met de nieuwe serie en ik zie jullie dan weer graag.